De koningin komt. Ik vind het geweldig. En mijn moeder zou het geweldig gevonden hebben. Omdat haar brouwerij 300 jaar bestaat. En dan gaat ze een vat aan slaan, geloof ik. We hadden geen 14 broers en zusjes. Dan dragen we die warmte over en die gebruiken we eigenlijk weer om het volgende brouwsel op te warmen. Het is altijd wel leuk dat er ook iemand hier eigenlijk binnenkomt zoals wij hier aan het werk zijn. Dat ze daar komen bekijken, want normaal zien wij hier niemand. Dat betreft is het wel leuk wat er natuurlijk allemaal gebeurt, maar ja, we moeten toch gewoon ons werk blijven doen natuurlijk, hè? Dat gaat gewoon door. Wat ik ontzettend trots op ben, is dat het ons met z'n allen hier lukt om 16 jaar samen met de mensen te werken. Want heel vaak zie je de bedrijven maar een hele korte tijd, dan we samenwerken voor één karweitje. Ja, ja, precies. Maar het enthousiasme van al deze mensen om u heen, zorgt er iedere keer voor dat iedere keer andere werkzaamheden... Majesteit, dames en heren, graag uw aandacht voor een korte film over de historie van ons mooie bedrijf. Majesteit, mag ik u uitnodigen om naar voren te komen? Samen met u zullen we deze uiterst belangrijke taak volbrengen. En als het vat succesvol aangeslagen is, breng ik graag een toast uit op ons 300 jaar bestaan en op iedereen die hier aanwezig is. Proost.